Dit is Flevoland van zondag 31 maart. Bij recyclingbedrijf De Vijfhoek Seerwin aan de Pontonweg in Almere-Buiten heeft vanochtend een grote brand gewoed. De brandweer kreeg even na 10 uur een melding. En de melding was grote brand. Er staat een loods in de brand. In die loods ligt huistuin en keukenafval, zeg maar. Karton, klein afval, schoon afval zoals dat genoemd wordt. Geen gevaarlijke stoffen? Geen gevaarlijke stoffen zijn er gemeten. Door vooral de brandende dakbedekking ging de brand het eerste uur gepaard met veel rook, die door de noordoostenwind over een deel van Almere trok. Hoewel er geen gevaarlijke concentraties gevaarlijke stoffen zijn gemeten, ging er toch een waarschuwing uit. Klopt, daarom hebben we een NL Alert bericht over bepaalde wijken in Almere uit laten gaan. Ja, welke wijken waren dat precies? Waterwijk, Muziekwijk en Kruidwijk. Maar ook is per definitie wel giftig, maar toch zeggen jullie er zaten geen gevaarlijke stoffen in. Is dat niet wat tegenstrijdig? Er zijn geen gevaarlijke concentraties in gemeten. Rook blijft altijd giftig inderdaad, dus je moet altijd uit de rook blijven. Maar er zijn geen gevaarlijke concentraties in gemeten. Overigens hebben niet alle abonnees de NL Alert melding ontvangen. Aanvankelijk wilde de brandweer de loods gecontroleerd laten uitbranden, maar in de loop van de middag is er besloten om het vuur toch te blussen. In eerste instantie gingen we voor niet blussen en gecontroleerd uit laten branden. Maar de verwachting was dat dat toch wel heel erg lang ging duren. Dus uiteindelijk is gekozen om toch te gaan blussen. Tussen de overvolle terrasjes van de Grote Markt in Almere werden ze zaterdagmiddag onthaald. Fantastisch, ja, stap uit, stoppen. Ja, jullie gaan uitstappen, tuurlijk. De 24 auto's die voor het goede doel van Almere naar Reims in Frankrijk waren gereden. Moe maar voldaan kwamen de chauffeurs aan. Ja, fantastisch. Kijk, het is natuurlijk een onwijs klein wagentje. Hè? Dit is onze brand. We waren echt vastbesloten om met onze Smart te gaan rijden. Even afzien, maar dan allemaal voor het goede doel natuurlijk. We zijn donderdag vertrokken, heel vroeg in de ochtend. En, met wat verschillende tussenstops, onder andere in Zuid-Limburg, in België. En uiteindelijk zijn we aangekomen in Reims, dus de streek van de welbekende Champagne. En daar hebben we echt super mooie activiteiten mogen doen. En, ja, echt een topreis, ik kan niet anders zeggen. De Main Energy Business Challenge wordt jaarlijks georganiseerd en elke keer voor een ander goed doel. Dit jaar hebben de deelnemers met sponsoren geld ingezameld voor stichting Make-A-Wish. Zij laten wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan. Ik heb natuurlijk een prachtdochter, Senna, en het gaat goed met haar. En er zijn heel veel mensen op de wereld die hebben allemaal prachtkinderen, maar sommige kinderen die zijn ziek. Ja, daar wil ik eigenlijk gewoon wat terug doen. En vandaar dat ik die keuze heb gemaakt om dat hier aan mee te doen. Wat gaat u doen met al dat geld? Nou, voor een groot gedeelte zullen we natuurlijk besteden aan al die kinderen die nog zitten te wachten op een wensvervulling. Maar we hebben ook besloten om een aantal ziekenhuizen te voorzien van Magic Carpets. En Magic Carpets zijn eigenlijk tapijten waarbij wij kinderen al een beetje willen stimuleren om over beleving na te denken. De 60 deelnemers hebben gezamenlijk ruim €86.000 opgehaald voor de zieke kinderen. En ook al was het een lange tocht, het was toch best leuk om te doen. We zijn met zoveel leuke ondernemers bij elkaar, waar iedereen zichzelf is, wat gewoon fantastisch is. En ja, om je heel eerlijk te zeggen, tot het moment van het podium hebben wij nog steeds geld ingezameld. Weliswaar op ons team, maar allemaal voor stichting Make-A-Wish. Zo'n 40 mensen uit het hele land deden zondag mee aan het eerste NK modelboot op het bovenwater in Lelystad. Zij gingen de strijd aan om het Nederlands kampioenschap in de K-klasse. De wedstrijd werd samen met watersportvereniging Het Bovenwater georganiseerd. We hebben fantastisch weer, zon en wind. Nou, als zeiler wil je niet anders. Het kan niet mooier, dus het is echt heel, heel erg mooi dit. De zeilboten van zo'n 2 meter lang worden radiografisch bestuurd. De deelnemers aan het NK staan op de wal om hun bootje op afstand te bedienen. Tjacco Keizer moest de wedstrijd in goede banen leiden. Volgens hem is de start niet helemaal goed gegaan. Hij moest veel strafpunten uitdelen. Je moet een heel rondje draaien als je een straf maakt. Dat betekent dat je plekken gaat verliezen. En wanneer gebeurt dat? Als er bijvoorbeeld een aanvaring is, bakboord, stuurboord. Het is eigenlijk net zoals op een rotonde. Als u op de rotonde rijdt en er komt een auto die nadert de rotonde, heeft u bakboord, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En de auto die de rotonde nadert heeft stuurboord, die moet voorrang verlenen. Doet u dat niet, dan krijg je een aanvaring. En dan moet de auto die de rotonde nadert eigenlijk een straf draaien, een rondje draaien. Berend-Jan Edens uit Lelystad is een van de Lelystadse deelnemers. In de afgelopen 30 jaar deed hij mee aan allerlei nationale en internationale wedstrijden. In 2010 werd hij Nederlands kampioen. Voor hem was het dus een thuiswedstrijd. Ja, kun je wel zeggen, ja. Ik ben hier ook lid van de watersportvereniging Bovenwater. Dus echt een thuiswedstrijd. En ik woon hier achter op de hoek. Dus lokale kennis, daardoor
Daardoor gaat het wel goed hier. Tijdens de eerste ronde heeft Edens goed gevaren. Hij werd 3 keer eerste, maar later ontstonden er technische problemen. Zo is zijn mast gebroken. Uiteindelijk werd de Lady Steling 15e. Jan van der Wal uit Sneek werd Nederlands kampioen. De hockeymannen van de Almeers Hockeyclub hebben vanmiddag de thuiswedstrijd tegen Den Bosch verloren. Op Sportpark Klein Brand in Almere waren de Brabanders met 4-1 te sterk voor de Almeerders. En door de nederlaag staat de Almeerse nu helemaal alleen onderaan in de hoofdklasse. Robin Herweijer, ja, jullie verliezen ook van Den Bosch thuis met 4-1. Kansloos vanmiddag? Nee, niet kansloos, maar we hebben ons niveau niet gehad. Ik denk als we ons niveau hadden gehad, hadden we zeker een kans gemaakt, maar dat was vandaag niet het geval. Waar ging het mis vanmiddag? Individuele fouten, een stuk individuele fouten. Ik denk dat we komen 2-1 achter door 2 domme individuele fouten in onze eigen cirkel. En dan hebben we nog, daarna spelen we eigenlijk echt wel goed. Dan spelen we prima, krijgen we 2 grote kansen op de 2-2 met een corner en met een bal waar we over de bal heen slaan eigenlijk. En ja, daarna hele domme individuele fouten met kaarten, ja. Nou ja, volgens mij begonnen we nou de rust best wel goed. En daarna kreeg ik een domme gele kaart. En Stijs Lieke kreeg ook een gele kaart. En dan kost het je wel gewoon heel lang een man minder. En dan wordt het gewoon heel moeilijk. Ja, want ja, in die man meer situatie weten zij uiteindelijk via die corner uiteindelijk de 1-3 te maken. Ja, en dan zie je ook dat bij jullie een beetje de kopjes gaan hangen. En dan wordt het ook nog 1-4 met die strafbal. Ja, het was gewoon lastig omdat we toen met een man minder ook speelden. Dus dan wil je wel iets terug doen, maar met een man minder is dat gewoon lastiger. Ja, kijk, we moeten er superveel voor doen. Weet je? We staan laatste. Het is echt niet zo dat ik hier zit en zeg, we gaan play-offs halen. Maar nee, ik heb heel veel vertrouwen in mijn ploeg en in de kansen die we hebben, ja. Vandaag is het gewoon zuur omdat we het idee hadden van als we ons niveau hadden gehaald, dan hadden we weer echt een pot kunnen spelen voor de 3 punten. En door onszelf hebben we dat nu niet kunnen doen. Ja, het is er ook een met consequenties, want SCAC en Tilburg ja, die spelen gelijk. En jullie zijn nu ja, alleen hekkensluiter, hè? Ja, ja dat klopt dan. Dat is nu voor het eerst ik hoor. Maar we krijgen nog 3 concurrenten op bezoek ook. En ja, we hebben nog altijd wedstrijden te gaan, dus daar moeten we vol voor gaan. Voor Nicky van Sprang uit Almere begon vandaag het roeiseizoen met de Skiffhead. Dit is een wedstrijd over 7,5 kilometer op de Amstel van Oudekerk aan de Amstel naar Amsterdam. Van Sprang in het geel met blauwe tenue. Hij verdedigt de clubkleuren van roeivereniging Pampus uit Almere. En hij is goed onderweg, heeft de vaart er goed in. Maar dan halverwege de wedstrijd houdt Van Sprang plotseling zijn riemen stil. Hij kan niet meer verder, heeft te veel last gekregen van een oude rugblessure. Ik heb een beetje een zwakke rug. Ik heb een hernia gehad 2 jaar geleden. En dat speelt soms nog op. En nu, ik had misschien nog wel even verder gekund. Maar ik heb het besluit genomen met het oog op de komende weken om niks te forceren. Ja. Want wat is het probleem? De omstandigheden waren te zwaar, waardoor je meer last van je rug kreeg? Ja, het lastige is die rug. Ik moet hem gewoon heel goed in mijn buikspieren echt vastzetten. Om die rug te ontlasten. En nu stond er zo'n harde zijwind. En dan zo'n bootje is heel wiebelig. En dan moet ik de hele tijd met mijn onderlijf eigenlijk corrigeren. En dat, nou ja, dat voelde ik op een gegeven moment steeds meer. Ja. Wanneer dacht je bij jezelf van dit gaat niet lukken? Want je hebt het nog ja, halverwege de race een beetje volgehouden. Wanneer dacht je van dit kon wel eens niet goed gaan? Nou, het stuk vlak voordat ik stopte eigenlijk stond de wind er echt schuin in. Bijna een hoek van 90 graden. En dat is echt heel uitdagend. Zeker in combinatie met het sturen. Dus ik voelde me al een paar minuten dat het steeds lastiger werd. Ik denk dat als het meer richting het einde van de race geweest was, had ik hem wel gewoon afgemaakt op karakter. Maar nu leek me dat niet zo verstandig. Een grote teleurstelling dus voor de Almeerder die in 2017 deze wedstrijd nog op zijn naam wist te schrijven. Dit jaar wilde hij het gevecht aangaan met Obbe Tibbe, die vorig jaar de snelste was. Maar zover kwam het dus niet. Het is een schitterende wedstrijd. Alle mensen langs de kant, lekker zonnetje. Heroïsche omstandigheden als een harde wind tegen, wat voor de roeien niet leuk is. Maar het voegt wel altijd wat toe aan het verhaal. En ja, het idee was natuurlijk revanche van vorig jaar. Maar helaas, hè? Helaas, hoort erbij. Een record aantal krachtsporters verzamelt zich zaterdag op Urk voor een powerlift wedstrijd. Vorig jaar werd het event gehouden bij sportschool Keepfit op Urk. Maar door het toegenomen aantal deelnemers is de plaats van handeling deze keer Sporthal de Schelp op Urk. 46 deelnemers hebben we dit jaar. Vorig jaar hadden we de 28. Dus we zijn enorm gegroeid. 46 is ook de max. Eigenlijk 45. Want de dag duurt nu al van 9:30 's ochtends tot en met 8:30 's avonds.
Want ja, elke deelnemer heeft 3 beurten per onderdeel. En ja, dat kost wel even tijd. Je zou het misschien niet verwachten, maar aan de wedstrijd op Urk doen zaterdag ook vrouwen mee. Er is echt een groot vooroordeel over de vrouwen en krachttraining. De meeste dames zijn gewoon echt bang om te gespierd te worden. En dat valt echt reuze mee, want wij vrouwen, ja, we worden wel wat gespierder. We krijgen een mooi strak lijf van. Maar we worden niet echt in een, ja, wat zal ik zeggen, super gespierd, net als de heren, laat maar zeggen. En één van die sterke heren is Hessel Romkes. Hij is mede-organisator van de wedstrijd, ook deelnemer, maar vooral gepassioneerd powerlifter. Het is gewoon een gevoel dat jij daar staat en je tilt dat gewicht toch zo wat eraan hangt. Ja, en dan geef je jezelf zo'n, zo'n kick en zo'n boost zo. Ja, ik vind dat het mooiste wat er is. Als er bij mij 100 kilo aan de stang wordt gehangen, dat ik denk, 100 kilo is best wel veel. Maar als je dat dan oppakt, het geeft toch wel een kick. Dat je denkt, wauw, ik ben sterker dan dat ik dacht dat ik was. Het meedoen aan de wedstrijd is voor de meeste deelnemers belangrijker dan winnen. Je wil allemaal natuurlijk dat podium halen, maar het is ook gewoon gaaf. Dat jij persoon daar staat, daar zo. Die zal, en alle mensen die komen naar voor jou, om jou daar aan te moedigen. Zo. Nou, en dat vind ik ook wel heel wat waard al. Het is meer leuk. Een doel behalen voor jezelf. Jezelf weer verbeteren in wat je vorig jaar hebt behaald. En die prijs op zich, het is leuk. Maar we doen het gewoon met z'n allen. Gewoon een gezellige dag. Zaterdag hoofdklasser Flevo Boys gistermiddag op eigen veld tegen zondag hoofdklasser Hogeveen voor een plaatsje in de halffinales van de Noordelijke Districtsbeker. De eerste helft weinig kans over en weer op Sportpark Ervenbos. Hier een van de spaarzame mogelijkheden. Kopbal van Aran Nijboer, makkelijke prooi voor Hogeveen doelman Borgman. Dan het begin van de tweede helft met een dot van een kans voor Thomas Boer om de wedstrijd open te breken. Maar dat laat hij na. De Flevo Boys ging op zoek naar de openingstreffer. Marie Duvikar slalomt langs twee Drenthe, geeft dan voor. En dan de kopbal van Aran Nijboer op de lat. Dan hebben de Emmeloorders geen geluk. Even later hebben ze wel geluk, want dit is de voorzet van Arnoud Post. De kopbal van Timon Roraye. En wat doet de scheidsrechter? Die wijst naar de middenstip. Emmeloorders kunnen het nauwelijks geloven. Want doelman Niek Borgman leek die bal toch voor de lijn rustig te pakken. Moeilijk te zien vanuit deze hoek. Maar Borgman lijkt de bal toch voor de lijn te pakken. En de Hogeveense woede richt zich met name op de assistent die dit allemaal heeft waargenomen. Dan komt Hogeveen met een enorme kans voor Bjorn Zwikker. De doelman Mesoet van Flevo Boys is bij de les. Gelijkmaker hangt dan in de lucht. Opnieuw een grote kans voor de gasten. Hendricks raakt de lat. De Drenthe bleven maar gas geven. Gelijkmaker hangt dan in de lucht. Mesoet redt en dan de kopbal van Spiodic. En dan willen de Hogeveeners ook een goal. Doe het aan de ene kant, zeggen ze. Dan moet je het aan de andere kant ook doen. Extra tijd inmiddels. Doelman Borgman is mee namens Hogeveen als Flevo Boys de bal kan onderscheppen. En dan mag Madi Duvikar ook nog de 2-0 maken. En dus plaatst Flevo Boys zich voor de halffinales van de districtsbeker. En de Emmeloorders kunnen dus nog altijd hun titel van vorig jaar prolongeren. En ze plaatsen zich ook nog eens voor het toernooi om de KNVB-beker.